Kijk even om je heen. Het is weer lekker grimmig. Het regent weer. En het is ook nog eens maandag. En we hebben ook nog eens een feestje gehad. Hey, goedemorgen. Kijk, we staan weer lekker voor het gymmetje. De Fit for Free. Back to the basics. We hebben hier de Tropical Gold. Een van mijn favoriete smaken in de zomer. Dit is een Tropical Gold, Jaden. Wil jij die weten? Je wil het wel weten. Want het is op dit moment de hardslopende V2. Bedankt, goeiemaat. Tip, als je het scoopje zoekt, kun je altijd even, als je niet die vieze klauwen erin wil hebben van een Lord of zo. Even zo, met het vochtzakje. En dan hebben we hem. Oeh, wat is die lekker zeg. Zal ik hem eens even één keertje... Ik heb er niet eentje. Zo, we doen één scoop in een bidon. En dit is toch één scoop? Ja. Neem ik zometeen nog een volle scoop op mijn story. Eerst neem ik even een slokje. Ik heb er echt zin in namelijk. Iets te veel water. Maar je voelt het al opkomen. Hè? Dit is wel het teken van je moet nu voor goud gaan. Je gaat de gym in. Je pleurt die schijven door. Dank! En je breekt die hele tent af! Dat is wat je doet! Als je dat scoopje op hebt gehad! De zomer die staat voor de deur. 21 juni is het zomer. Dag maandag, het is kut weer. We hebben een heel mooi weekend gehad. En de Goud Droog Challenge inschrijving is geopend. Dit is echt de Goud Droog Challenge om nog in de zomer goud droog te zijn. Je krijgt een jaar lang online coaching, dus het is niet voor die 8 weken alleen. Het is alleen die 8 weken is voor jou eventjes die motivatie om even extra gas te geven. Dus het kan ook helpen als jij al wat droger bent en je denkt van ik wil nou even echt gewoon shoot ready, strand ready, vakantie ready. Gewoon even dat laatste beetje, even die laatste zet gewoon. Dan is dit wel een motivatie om mee te doen, want je kan dus bij ons in die Gouden Tempel komen trainen. De top 3, die komen bij ons trainen. We laten zelfs soms meerdere winnaars komen als de resultaten te goed zijn gewoon. Grijp je kans, doe met ons mee en dan ben jij dus nog in de zomer hopelijk goud droog. Want je moet het zelf doen, hè. Wij verzorgen in elk geval hoe je het kan doen. En ben jij nou, kom je nou van heel ver, dan is dit een heel mooi instapmoment. Want het is iets wat je hele leven bijblijft. Kijk maar naar Lord Buffeltje. Is altijd een Buffeltje geweest. Is nooit zo hard teruggevallen als dat hij vroeger altijd was. Dus het blijft bij de meeste mensen iets wat voor altijd meegaat. Ja, het is een life. It's not a diet. It is a lifestyle. Oh, net zoals dit groeimaatje. Deze laat jou nooit in de steek. Hij gaat een keertje op, maar binnen een dag heb je gewoon weer een nieuwe. Bestel jij voor 12 uur? Staat hij morgen gewoon op de stoep. Jou weer trouw op te wachten. Kom je nog trainen? Dan nemen we even een scoopie. Deze ook. Doet het gewoon. Deze zullen ook nooit janken over het weer van oh, het is even slecht weer, we gaan niet, dit en dat. Nee, deze die staan er altijd voor je. Eigenlijk is het dus een verborgen boodschap. Is het één scoop? Die Red Dragon pompapparaat is wel een aanrader hoor. Als jij voor goud wil gaan, dan zorg je ervoor dat je er alles aan doet om het maximale eruit te halen binnen een bepaald tijdstip. Dus het heeft geen zin om uren achter elkaar in de gym te zitten. Nee, je gaat 1,5 uur max die gym in en je geeft alles wat je hebt. Maar je kan er ook niet elke keer van uitgaan dat je maar met iemand mee moet trainen. Want als diegene dan loopt te janken, niet voor goud gaat dus een dagje, wat ga je dan doen? Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent. Zorg er ook voor dat je ook kan trainen zonder pre-workout. Alhoewel deze wel heel trouw is hoor. Het zit gewoon echt binnen ja, no time voor je deur. Wat houdt de Goud Droog Challenge nou in? Het is een 8-weekse Goud Droog Challenge, maar je krijgt een jaar lang online coaching. Je krijgt een persoonlijk voedingsschema. En waarom is het de 8 weken? Ik moest er een challenge van maken, zodat degenen die meedoen dus een extra motivatie hebben om extra resultaten te halen. Het helpt. Het is gewoon psychologisch dat het helpt als jij met ons wilt trainen in die Gouden Tempel. Je krijgt ook nog eens een supplementenprijs. En je mag ook nog eens een ritje mee in die 6x6 of de Ferrari of wat dan ook wat er aanwezig is. Dan is het iets om naartoe te werken. Dat heet het in je achterhoofd zit als jij met je klauwen in dat motherfucking kastje wil gaan. Oh nee! Je wil beuken in je achterhoofd! Hou die klauwen uit het kastje! Dat is de reden waarom we dat doen. Maar we snappen heel goed dat niet iedereen in 8 weken
mega droog kan zijn. Dus hebben we gezegd, je krijgt sowieso 1 jaar lang de coaching. Dus wil jij na je challenge weer bijvoorbeeld spieren opbouwen, aankomen? Kan ook, hè? Dus het zit allemaal in dat pakket. Het is gewoon een totaalpakket van Clean Nutrition. Ook één van, ik weet het niet hoor, groeimaten, Team Goud. Jullie zijn Team Goud, wij zijn allemaal Team Goud. Laat ook even weten dat je bij Team Goud hoort met al die bekertjes. Want ik zag net weer iemand op de parkeerplaats met zijn bekertje en dat doet mij trots! Maar ik zie nergens zoveel resultaten als bij Clean Nutrition. Zelfs bij die Amerikaanse shit zie ik dat niet. Dus daar mogen we met z'n allen heel trots op zijn. Dus ik doe even een applausje voor de groeimaten. Voor jullie gouden inzet. En deze Goud Droog Challenge gaan we weer volop aan de bak. En laten we dan eindelijk weer kunnen flaneren. Want dit is de eerste zomer dat we weer kunnen flaneren. Hey, zonder gezeik! Dus besef je heel goed, hè, groeimaten. We kunnen eindelijk weer een zomer flaneren zonder gezeik. Althans, er is natuurlijk wel een hoop gezeik alsnog. Maar we kunnen wel gewoon lekker naar die festivals, hè. Dus zorg er gewoon even alsjeblieft voor, als ik jullie dan tegenkom, dat het een beetje representatief is. Oké, we gaan voor goud. Groei lekker. Ook een scoop. Ja, wil je een scoop? Kom maar, hoor. Je ding of... Ja. Hoppatee. Het is een lekker tropical goldje, hè? Goed lekker. Ik vind het wel lekker weer. Ben je geabonneerd? Ja, tuurlijk. Kun je het laten zien dan? Op YouTube? Ja. Ja, dat is wel. Hey, nu is geabonneerd, hè? Nu wel. En Clean Nutrition dan? Kijk even een nieuwe video bezet erop. Oké. We hebben een tasje voor je. Kijk eens. Tom, dankjewel, man. Weer een nieuw vers V2'tje, kijk wat zit erin. Ja, lekker. We kunnen weer gaan. We zijn bezig met supersets. We doen tricep er tussendoor met de rug. Ik was helemaal buiten adem, ik denk, waar is toch die beker? Had ik nog net iets in gedaan? Heb ik dus hier nog dat tropical goldje in zitten? Oh, dat is wel lekker gewoon. Zie jij hier al mensen met handdoeken? Ja. Nee. Anders hadden we nog een tasje. Helaas. Dus laat even zien dat je dat handdoekje hebt. Het is heel makkelijk zo met de kabel. Kun je heel snel het gewicht aanpassen ook met het pinnetje. En hij staat dicht bij een apparaat die we ook al gebruiken voor de superset. Dus dat is pure winst als je in een drukke gym zit. Hoppakee. Zo. Wat heb jij gegeten, jongen? Vrij weinig. Wat heb jij gegeten? Zorg ervoor dat je elke training ook even een echte oefening doet. Compound oefening. Dat je echt voelt dat je iets aan het doen bent. Bijvoorbeeld zo'n T-bar row. Je hele hamstrings, onderrug, alles staat mee te werken. Je core stability. Want het enige wat je wil doen is naar voren flikkeren met het gewicht. En dat is gewoon lekker.
kort dan puur winst. Pull-ups voor lange jongens. Zoals jij moet daar springen. Fucking hobbit, nog lui ook. Goed zo. Ja, die Lloyd heeft ook wel een rug, hoor. Ja. Oh, pas op, het is veel te ver naar beneden. Oh nee! Goed dat we ready zijn, want het zonnetje schijnt. Hè? Links staat een beschrijving, jongens. Inschrijving, Goud Droog Challenge geopend. Late inschrijving is tot en met 7 juni. Maar ik zou gewoon zo snel mogelijk beginnen. Want hoe eerder je begint, hoe eerder je klaar bent. Hoe lekker, we gaan voor goud. Hoe kom jij hierheen? Ben je geabonneerd? Ben ik geabonneerd? Hey, de auto is klaar, meneer Beukers. Ja, bedankt. Vind je lekker? Is dat een fijn stukje? Nee, Daryl. Hey.